persconferentie. Bonjour tout le monde. À la conférence de presse après le match d'Enze-Serein. Welkom, meneer Ferreira en Engels, meneer Engels, trainer van Deinze. We gaan eerst bij de bezoekende trainer. Meneer Ferreira, wat is jouw visie, analyse van de wedstrijd vandaag? Zijn er vragen? Bijvoorbeeld een question. Le match, vous l'avez vu, donc voilà, c'est clair. C'était difficile pour nous après deux erreurs. Het was moeilijk voor ons na twee fouten en daarna hebben we achter de feiten gelopen. Dus, ja. Ik heb vernomen van de cijfers duiden het aan. Balbezit bij Deinze was 31% en daartegenover staat Serain met 69% balbezit. Zijn de cijfers die we gekregen hebben onmiddellijk van Rebbe Sports. Is dat de bevestiging dat je eigenlijk niet wil zeggen? Maar, Ja, dus dat. We hebben achter de feiten moeten lopen. Na die twee, na die twee domme doelpunten. Maar bon, dat is voetbal ook. Voetbal is een sport van fouten. Dus hoe minder je doet, hoe meer kans heb je om een wedstrijd te winnen. En daarom hebben we de wedstrijd nog in handen moeten nemen. En dat is niet gelukt. We zijn minder efficiënt. Zeker op offensieve vlak. Als ik zie hoeveel voorzetten we vandaag gegeven. Zonder één keer te kunnen scoren. En als ik zie hoeveel keer heeft de tegenstrever echt in de aanval geweest. En hoeveel keer heeft de tegenstrever gescoord. Daar is een enorm verschil. En die verschil is niet in onze voordeel, spijtig. Toch zagen we niet zo heel veel trappen op doel bij jullie? Nee, maar wow, dat is niet evident. Hè. De tegenstrever heeft met 10 man achter de bal altijd geweest. En bijna in de penaltypunt. Ik weet niet hoeveel keer heeft de grote centraal verdediger daar de voorzet weggeschot. Maar bon, dat is zo. We moesten op die manier doen, want het was 2-0 na 15 minuten, denk ik. Dus we moesten de initiatief nemen. En iedereen weet dat initiatief nemen is de moeilijkste dat er is in voetbal. Mm-hmm. Ik hoor een duidelijk ontgoochelde trainer. Ja, ontgoocheld, want ik vind niet dat we... De tegenstrever heeft dat heel goed gedaan. Hè. Ik wil absoluut geen kritiek tegen de tegenstrever geven. Integendeel, hè. Ze hebben dat perfect gedaan. Wachten de fout van de tegenstrever, scoren en dan proberen zo weinig mogelijk weggeven. Maar iedereen heeft zijn manier en ik zou niet kunnen op die manier spelen. Ik zou echt niet kunnen. Maar dat is misschien met mijn leeftijd, met 53 jaar oud, ik zou niet kunnen achter een ploeg hebben die niet probeert het controle te krijgen van de match. Maar ik herhaal het nog, Deinze heeft dat vandaag super gedaan. Misschien speelde de geen wedstrijd een rol daarin. Ik ga dat onmiddellijk vragen aan de trainer van dienst, hè, Kenny. Wat is jouw visie of reactie ook wat jouw collega zegt? Ja, ik volg hetgeen dat hij zegt in de zin van we zijn snel op voorsprong gekomen door twee verdedigende fouten van de tegenstander. We dwingen dat voor een stukje wel af omdat we op het juiste moment wel druk zetten op die twee fases. Wat ook wel de opdracht was binnen onze spelersgroep, van eigenlijk een goed blok te spelen. En als de kans zich voordient om druk te zetten op de tegenstander, van dat ook te doen. Dat doen we twee keer in de beginfase van de wedstrijd zeer, zeer goed. Dan heb je de efficiëntie nodig om te scoren. Dat kan ook tegenvallen. Je kan twee keer diezelfde druk zetten en twee keer niet scoren. Dan blijf je in je blok staan. Maar goed, we scoren twee keer. We staan inderdaad na 12, 13 minuten... staan we dan 2-0 voor en dan denk ik dat de wedstrijdomstandigheden ervoor zorgen dat je in je blok blijft voetballen en probeert de ruimtes zo kort mogelijk te houden, zodat je de tegenstander niet opnieuw in de wedstrijd laat komen. En is dat een bewuste keuze? Het is een bewuste keuze om in blok te voetballen, maar ik denk dat elk team in 1B een balverlies
een blok wilt spelen. Want als je ruimtes weggeeft, ja, dan ben je heel kwetsbaar. Maar de westelijke omstandigheden zaten zeker ook mee in die zin dat wij het spel niet meer moesten maken. Als je na 12 minuten of 13 minuten 2-0 voor staat, dan kan je een beetje de kat uit de boom kijken, wetende dat Serai technisch en fysisch een heel sterk team is, dus dat je die echt wel die veel ruimte mag geven. Dus ja, is dat een bewuste keuze geweest om de tweede helft zo laag te vallen? Ik denk het niet. Als is de opdracht niet van ons tijdens de rust. Maar het spreekt voor zich, als je 3-0 voor staat aan de rust, dat je in je team die voorsprong tracht te verdedigen en met de ruimte zo klein mogelijk te houden. Is dat de herinnering van de heenwedstrijd ook in het achterhoofd van 2-0 voor, 0-2 voor in Serain en dan nog 3-2 verliezen? Nee, we hebben de wedstrijd uit bij Serain wel meegenomen in onze wedstrijdvoorbereiding. En we hebben die opnieuw goed geanalyseerd en bekeken. Dus wij proberen daar wel de fouten uit te halen. Maar ook daar was al duidelijk dat Serain een zeer goed team heeft. En als je daar 2-0 voor staat, dan moet je inderdaad ervoor zorgen dat je die 2-0 kunt behouden. Op Serai hebben we zelf de pech gehad, de fouten gemaakt, dat we op 5 minuten tijd kort in de tweede helft onze voorsprong van 0-2 weggeven. En dan veranderen je wedstrijdomstandigheden terug. Hè. En dan moet je, als je punten wilt pakken, zelf terug meer initiatief nemen. En als je 2-0 blijft voorstaan of je blijft 3-0 voorstaan, dan kan je dat gerust iets meer aan de tegenstander overlaten. Maar nogmaals, dat zijn de wedstrijdomstandigheden die er ook mee voor zorgen. Dat is geen bewuste keuze. Je spreekt daarnet van het percentage balbezit. Ja, ik denk dat elke coach liever voetbalt met 70% balbezit. Wij willen dat ook. Maar goed, als je 3-0 voorstaat aan de rust en je merkt dat je zo goed als geen kansen weggeeft. Oké, je creëert wel wat voorzetten en die worden goed weggewerkt. Maar als je zo goed als geen kansen weggeeft, dan lijkt het mij zeer verstandig van ons team om diezelfde strategie in de tweede helft vol te houden. Oké. Zijn er vragen? Jullie de question? Vous assistez, vous avez travaillé énormément avec les joueurs, l'aspect défensif, la rigueur, vous arrivez ici au match. J'imagine qu'ils ont tous leurs consignes, tout est entendu, tout est réglé. Un quart d'heure, on prend deux flags monumentales. Quel est votre sentiment en tant qu'entraîneur quand vous voyez ça? Bah d'abord, j'ai pas spécialement travaillé l'aspect défensif parce qu'on va pas en faire une fixation. On a été clair depuis le début. Depuis le début, on a dit qu'on allait jouer en prenant énormément de risques et qu'on allait passer par des moments comme ceux qu'on voit maintenant. Donc, ça n'a absolument rien à voir le fait qu'on ait mené aujourd'hui 2-0 par rapport au système. Ça n'a absolument... J'aimerais, parce que si c'est à cause du système, ben on le travaille. Et on le change, mais qu'est-ce que vous voulez faire quand, sur le premier but, le gardien, malheureusement, ne fait pas le bon choix, et sur le deuxième, le back gauche fait non plus pas le bon choix. Donc, ça n'a malheureusement rien à voir, mais on assume. Et quand je dis qu'on assume, c'est on a décidé en début de campagne de prendre tous les joueurs de premier amateur de Serein, qui sont ici depuis des années, je vous l'ai déjà dit, je pense, la semaine passée. Depuis des années, ils sont à Serein, premier amateur. Hein, ils étaient, je vous le répète encore une fois, ils étaient sixième en premier amateur en janvier. Donc, il n'y a pas tellement si long. Il n'y a pas longtemps que ça. Et puis, on a ajouté des jeunes joueurs de Metz. Milicevic est arrivé sur le tard, hein, il y a 3 semaines, et Cissé aussi. Donc, c'est un projet... qui a été fait avec beaucoup d'audace, mais aussi beaucoup de risques. Et on doit les assumer. Et probablement que si on avait un projet avec, je sais pas moi, un gardien de but qui a 35 ans, ça n'arrive peut-être pas. Voilà. Et si on a un back gauche qui a joué 8 ans en division 1, ça n'arrive peut-être pas. Mais ce n'est pas ça qu'on veut, nous. Nous, on veut avoir des joueurs modestes, en tout cas en théorie, et les amener le plus haut possible et le plus loin possible. Ça n'empêche pas que ça doit être agent, qu'ils font de telles erreurs. Pardon ? Qu'ils soient modestes ou pas, ça n'empêche pas que ça doit... Oui, bien sûr, mais c'est malheureusement un passage obligé pour eux. C'est un passage obligé, et voilà, vous savez, Dengs, l'année dernière, en premier amateur, il s'est baladé. Hein. Il s'est baladé. Hein. Ils avaient 22 points de plus que nous, hein, quand je suis arrivé. 22 points de plus que nous. Vous imaginez, on est maintenant au mois de novembre,
Et on est venu faire ici avec 70% de possession de balles. Et c'est vrai, on peut raconter tout ce qu'on veut, ouais, le bloc était bas, etc. Okay. Bon. Il y a une équipe qui a essayé de marquer des buts et l'autre qui a essayé de défendre. Voilà, ça c'est la réalité. Donc je trouve que d'où on vient et où on est, avec les risques, comme vous dites, mais ce ne sont pas des risques liés à des aspects purement défensifs, je pense. C'est malheureusement des erreurs, quoi. Des erreurs qui sont liées à peut-être maturité, expérience, naïveté, un peu le mélange de tout ça, chose que notre adversaire n'a pas du tout. Notre adversaire n'a pas du tout ça. Notre adversaire du jour. Ce qui est aussi une qualité. Dat goed begrepen dat hij niet de bedoeling was van te spelen zoals je vandaag gespeeld hebt, nee. door die eerste doelpunt, tweede doelpunt. Nee, het was een bewuste keuze om in blok te voetballen. Hè. Zoals ik daarnet ook aangaf, je gaat de ruimte is niet zomaar vrijgeven. Dus we hadden een plan opgesteld waar we ons echt wel de hele wedstrijd aan gehouden hebben. Maar ik wou alleen maar zeggen daarnet van, de wedstrijdomstandigheden zorgen er ook wel voor dat je als blok misschien nog net iets lager valt dan hetgeen dat je eigenlijk... Ja, in de tweede helft vooral, wauw. Ja, ik wil ook wel mijn team in de tweede helft of ons team in de tweede helft wat doorzien voetballen, maar... Ja, je staat 3-0 voor en dan verdedig je gewoon die 3-0. Dat was hetgeen dat ik daarnet wou zeggen, maar het was wel degelijk de bedoeling om een goed blok neer te zetten en om weinig ruimte te maken en occasioneel druk te zetten op de tegenstander. En daar scoren wij twee keer uit. En klopt, dat zijn twee individuele fouten van de tegenstander, maar het zijn er ook twee die wij afdwingen, omdat we op die momenten echt wel op de juiste manier de pressing zetten, zoals we ook wel... vooropgesteld dan in onze wedstrijdanalyse. De blessure van Tom van den Berg, ernstig? Dat is moeilijk, dat is af te wachten. Ik denk dat, ik ga me daar niet over uitspreken over hoe erg de blessure is, omdat dat zo kort na de wedstrijd heel moeilijk te voorspellen is. Ik heb ook nog niet overlegd met de medische staf, die zijn er wel mee bezig, maar dat zal denk ik morgen of overmorgen wel blijken in hoeverre dat dat ernstig is. Ja, waarom is hij een hamstring? Het was zijn hamstring. Dus ja, als doelman met een hamstringblessure. Ja. En dat is met de hoofdtrainer? Goed, ik heb hem net telefonisch aan de lijn gehad. Was super tevreden met de overwinning. Nu, vooral duidelijkheid. We hebben de voorbije week heel veel overlegd. Ik ben zelf ook nog maar sinds gisteren terug aanwezig op training. Dus ik zat ook nog in quarantaine tot en met... vrijdag. Ja. Dus gisteren op training arriveerd. Maar goed, ja, we hebben de wedstrijd wel... zoals vorige week ook, samen met de mensen die hier nog zijn. Cédric bijvoorbeeld, die ook wel zijn verdiensten heeft gehad de voorbije weken of heeft in deze groep. De mensen die hier aanwezig waren, hebben ook altijd proberen uit te voeren wat de coach verlangde. Dus het is niet dat we... Hey, het is alles in overleg natuurlijk met de coach gebeurd. Ik heb hem net aan de lijn gehad. Het was super tevreden met de 3 punten en met de manier waarop we de 3 punten gehaald hebben. Want daar gaat het tenslotte om, hè, dat je een resultaat behaalt. En dat hebben we behaald vandaag. En, moet hij nog een nieuwe test ondergaan nu of zo, voordat hij mag aansluiten? Wij worden morgen allemaal getest opnieuw voor de wedstrijd van woensdag. Dus dat zal bij iedereen zo zijn. Zijn er bij Serain veel problemen rond corona? Nee. Jullie blijven gespaard? Ja. Het is weer beter. Ja, dat is niet leuk, hè? Nee. Goed, nog vragen? Encore des questions? Oké, dank je wel. Oké, merci bien. Bon retour. Ja. Dank je wel. Ja, merci. Prettige avond. Ja. Bonjour, de joueur de Serain. Welkom ook hier op de persconferentie. Je commence avec le capitaine, monsieur Pierrot. Quel est le sentiment après ce match? Bon, le sentiment, c'est on a eu l'impression de renouveler un peu ce qui s'était passé la semaine dernière, c'est-à-dire avec une équipe adverse, Danes aujourd'hui, qui a utilisé quelque chose qu'il a bien réussi, c'est-à-dire de défendre avec un bloc assez compact. Et nous, malheureusement, avec des erreurs commises assez rapidement dans la partie, je crois qu'on prend les buts à la 6e minute et à la 13e, on a clairement donné le bâton pour se faire battre et après c'était très compliqué pour revenir et pour revendiquer quoi que ce soit aujourd'hui.
Aan de andere kant zit meneer Swerts, Ibe Swerts. Hoe was het, zoals je gehoord hebt van jouw compagnon hier, een collega? Het was heel moeilijk spelen tegen Deins vandaag. Ja, ik denk bijna dezelfde match als tegen Liersen ook. Hè. Dus tegen een heel compact blok. En dan is het moeilijk om daar door te geraken en een goede kans te creëren. Ik denk dat de tweede helft beter is gelukt. Hebben we wel enkele goede kansen gecreëerd. Maar dan wordt de bal er niet in vandaag. En dat is wel heel frustrerend dan. Zelfs na 3-0 had ik de indruk dat jullie er bleven ingeloven om toch nog terug te keren. Wanneer hebben jullie uiteindelijk op een bepaald moment zeg maar, opgegeven? Want het gaat die vandaag niet lukken. Ik denk vandaag dat we het nooit hebben opgegeven. Iedereen is blijven lopen om toch zeker een goal te maken. Ik denk dat dat ook een van onze sterktes is. We hebben al enkele keren toch zijn we teruggekomen van een achterstand hè, tegen RWDM en vorige keer tegen Deinze. Dus we blijven altijd wel geloven dat we toch nog kunnen winnen en goal te maken. Oké. Quel est le match prochain? C'est à Westerlo, si je dis pas de bêtises. Donc oui, on va aller à Westerlo. On sait que c'est aussi une tactique qu'ils avaient utilisée eux, au match aller pour nous battre. On avait perdu chez nous contre eux. Voilà. Maintenant, il faudra pas se cacher. C'est vrai que quand on regarde les statistiques, on est à plus de 600 passes. On est à une possession qui est très intéressante. Maintenant, dans le foot actuel, c'est pas forcément ce qui permet de faire la différence. On l'a bien vu sur les deux derniers matchs. Ce sera à nous de trouver des solutions. Je pense que des joueurs comme Daniel Milisevic, qui ont pu rencontrer ça dans leur carrière auparavant, que ce soit avec la Gantoise quand ils avaient leur grosse équipe, il pourra sans doute nous apporter peut-être les ingrédients qui permettront de déstabiliser des blocs aussi compacts. C'est une remise en cause complète de l'équipe qui doit être faite, chacun individuellement à son poste. Mais voilà, on ne va pas se cacher. J'estime que depuis le début de saison, on travaille bien. Pour l'instant, on a 18 points. C'est un coup d'arrêt. On venait d'enchaîner 4 victoires de suite. Là, on est sur 2 défaites. Comme je l'ai dit, il ne faudra pas se cacher. Et pour la suite, essayer de retrouver le chemin de la victoire et de prendre des points le plus rapidement possible. Quelle est l'ambition de cette saison? L'ambition, on l'a jamais cachée. Alors oui, il y a peut-être eu des sorties dans la presse dernièrement où on nous a posé des questions sur notre réelle ambition. Comme on l'a dit, l'appétit vient en mangeant, mais pour le moment, on se rend bien compte aussi que, voilà, après 2 défaites comme ça, on retombe sur ce qu'on avait dit dès le début. On est une équipe jeune, on découvre la division professionnelle, cette D1B, qui est une division avec un très bon niveau, et on va essayer de se maintenir le plus rapidement possible. C'était l'objectif principal du club dès le début, on s'en est jamais caché. Alors certes, peut-être qu'on a senti certaines choses arriver et on s'est dit que peut-être on pourrait s'engouffrer, mais en interne, ça a toujours été le motif, c'est-à-dire de se maintenir le plus rapidement possible. Ok. Ambitie, ik hoor, er is ambitie in Serein, zoveel is zeker. Maar is het, het niveau van tweede klasse 1B, hoe zie je dat tegenover de amateurs en dan eerste klasse? Ik denk tegenover vorig seizoen is een duidelijk verschil. Dat vorig jaar had je ook zeer sterke ploeg, ook gelijk, hè, Deinde er ook mee in zat in de reeks. Maar dat om de zoveel weken ergens een wedstrijd had op het gemak kon spelen en zeker wist van hier zal het wel lukken. Dat heb je dit jaar zeker niet. Elke wedstrijd is opnieuw de volle 200% ervoor gaan. Dus daarom is het een zeer zware reeks om te spelen. Dat was natuurlijk ook wel fijn om als ploeg kunnen we ons goed proberen te ontwikkelen en beter te worden. Tegenover eerste klas, dat weet je nog niet zo goed. Ik denk dat het verschil niet zo super groot is, aangezien dat Leuven en Beerschot toch ook nu heel goed doen, die dan van 1B komen. Dus ik denk dat het zeker een zeer sterke reeks is dit jaar. Ja, goed. Merci. Il y a des questions? Encore? Nog vragen? Dan wens ik jullie te bedanken. Merci bien pour venir ici et bon succès. Veel succes volgende week. Ja. Wij moeten ook eerst met Deinze nog eventjes tegen Westerlo. Ja. Woensdag. Voor deel 3 van onze persconferentie met de spelers van Deinze. Youssef Chalouk en Bafodé Dansoko. Bienvenue. Merci. Et proficiat. Merci. Gefeliciteerd met de overwinning. Bij de eerste interview zat de trainer van Serain hier, die eigenlijk liever niets zou gezegd hebben, want hij was danig ontgoocheld. En zijn reactie was, ja, je hebt ook de wedstrijd gezien, wat moet ik daarop zeggen?
Oei, het is groot en klein. Maar het gaat hem over de grootte. ja, kan je zijn frustraties begrijpen? Want Deinze heeft duidelijk vanuit de verdedigend blok gespeeld en op de counter. Ja, de wedstrijd van Serijn tegen Lierse was heel goed geschouwd. En we zagen eigenlijk, we eigenlijk hetzelfde spel spelen als wat Lierse deed. En dat was eigenlijk gewoon vanuit de omschakeling spelen. We wisten dat Serijn een hele goede ploeg is. Spelen heel hoog. Die backs zijn in principe eigenlijk gewoon flankaanvallers. En we wisten dat we het in de omschakeling moesten doen. En zo scoren wij ook. En ja, ik begrijp dat dat misschien frustrerend is voor de tegenstander. Maar het was een tactiek. Het was een goede tactiek. En het heeft prima gewerkt als je in de eerste helft 3-0 voor staat. En dan uiteindelijk de 3-0 vasthoudt. Heel goed gedaan. Ja. Dan Soko, votre premier but aujourd'hui, vous êtes satisfait de marquer aujourd'hui? Ouais, franchement. Comment tu sens après le match aujourd'hui? Bah, je suis content. On est tous très contents d'avoir gagné aujourd'hui. Personnellement aussi, je suis très content d'avoir pu ouvrir mon compteur. Et voilà, c'est une bonne journée pour tout le monde aujourd'hui. Mm-hmm. Comment c'est jouer à Deinz, parce que vous êtes nouveau dans le club. Oui. C'était difficile au début ou ça va? Bah, c'était un peu difficile parce qu'il fallait que je m'adapte à l'équipe. Mais sinon, ça va, je m'entends bien. Tu viens de La Louvière, il y a une grande différence entre La Louvière et Deinz maintenant, deuxième division. Oui, il y a une différence, parce que c'est pas le même niveau, c'est un niveau au-dessus. Il y a plus d'intensité, même l'équipe, c'est une meilleure équipe. Ça va plus vite aussi? Ouais, ça va plus vite. Et le championnat est plus relevé, donc voilà, il faut élever son niveau de jeu. Mm-hmm. Youssef, je scoort ook een prachtig doelpunt vandaag. Was je gebrand op het scoren vandaag? Zoals elke wedstrijd ben ik gebrand om te scoren. Alleen vandaag lukt het. Assist of een goal voor mij persoonlijk maakt dat niet uit. Als ik maar betrokken ben bij een doelpunt. Ja, maar jullie waren vandaag super efficiënt. 4 kansen en 3 doelpunten in de eerste helft. Ja. We wisten de kansen die we gingen krijgen, allee, het gingen er niet veel zijn. We hebben voor de wedstrijd ook al gezegd, maar ook tegen Union. Oké, we verliezen de wedstrijd, maar bij de 0-0 hadden we ook wel de kans om het af te maken en op voorsprong te komen. En vandaag lukt het wel en hou het goed vast, want verdedigend stonden we ook wel heel sterk, eerlijk gezegd. Ja, het was wel anders. Het was eventjes wennen, ja. Denk ik, voor de kijkers, want supporters konden niet in het stadion. Een ander Deinze, een andere manier van spelen, maar moet kunnen. Ja, moet kunnen. Het is een heel andere competitie, een ander seizoen. Vorig seizoen was het 20 punten voorsprong. We moesten gewoon realistisch zijn, aanpassen aan de competitie. En vandaag hebben we dat gedaan. Het is niet dat we elke week zo gaan spelen of elke week. Elke ploeg is anders. Je heeft een andere tactiek nodig en vandaag hebben we dat heel goed uitgespeeld. Mm-hmm. Ja. Oké, ik wil jullie alle twee nog een keer feliciteren. Félicitations, encore une fois. Ja, de question, er zijn vragen. Youssef, ik zag je zelfs 2 keer tackelen in de eigen rechthoek. Ja. Deze wedstrijd. Ja, de coach. Dat hebben we vorig seizoen geen enkele keer gedaan, denk ik. Ja, ik moet ook even gaan kijken misschien, maar nee, inderdaad. Nee, de coach had echt de nadruk gelegd op mijn defensief werk. Mm-hmm. Kilota aanhaften. Ja, Kilota is zo'n speler die in principe eigenlijk gewoon van voor speelt. En, ik was verantwoordelijk voor Kilota en ik moest alles aan doen om zijn voorzetten eruit te halen, om mee te verdedigen. Maar ja, dat hoort in het moderne voetbal. Een aanvaller, de aanvaller is de eerste verdediger, zeg ik. Ja. Dus, en de fysiek is nog prima? Of is prima? Ja, ondanks dat ik toch wel een paar wedstrijden, een paar weken afwezig was. Ja, want je was een van de eerste, denk ik. Die, ja, ik was een van de eerste. Ja, ik was 2 weken voor dat hele groep. Dus inderdaad, maar toch, ik moet zeggen dat ik fysiek wel goed sta eigenlijk. Ja. Heb je veel last gehad erna, de eerste week zo, na de
De positieve test? Ja, na Union, eerlijk gezegd. Union was mijn eerste wedstrijd na zoveel weken. Na Union heb ik echt wel gevoeld in mijn benen dat ik lang niet heb gespeeld. Ja. En nu zat er een week tussen. Maakt heel veel verschil. En nu kijken voor de volgende dagen, want woensdag is terug aan de wedstrijd. Dus ik heb, niet een week om te recupereren. Ik heb maar 2-3 dagen. Dus. Had je symptomen toen je besmet was? Ik was 2 dagen ziek, ja. Ik was 2 dagen ziek. Koorts? Ik had 2 dagen koorts, ja. Maar het viel al het viel goed mee, eigenlijk. Ja. Vous avez été malade, hein, de corona? Ouais, si. Très fort? Non, ça va. Pas... Et le physique? Au début, quand on reprend, on sent un peu qu'on a perdu physiquement. Mais sinon, après, au fur et à mesure que les entraînements, les matchs, tout ça, on retrouve petit à petit. Ok. Goed, en stilkens aan zijn alle spelers aan terugkeren. Hè. Hopelijk blijft het zo. Ja, inderdaad. Oké, okay, dank u wel. Alsjeblieft. Youssef en voor. Ja, dank u. Dank u wel. Ja. Dank u wel.